Goedemorgen Food Inspiration, Rico Vroef hier. Ik baal er zo erg van dat ik er niet live bij kan zijn. Ik had zo'n belangrijke afspraak die op geen enkel ander moment kon dan alleen vandaag en op dit moment. Dus heel erg balen. Maar uiteraard ga ik jullie wel proberen wat insights te geven over mijn nieuwe horecazaak. Die ik samen met Evelien heb geopend. Ja, dat was wat de doelstelling was en de basis van het openen van überhaupt een horecazaak. Was eigenlijk gewoon mijn inspiratie en hoe bijzonder ik het eigenlijk de voeding vind naast de sport. Of die eigenlijk bij de sport hoort. Want voeding is mijn brandstof om te kunnen doen wat ik uiteindelijk eigenlijk doe. Dus daar heb ik heel veel passie voor. En ik ga vliegen natuurlijk heel de wereld over. Dus ik zie en ik heb overal heel veel voeding geproefd en lekkere dingen. En daarmee heb ik natuurlijk met Evelien de perfecte partner. Want die weet precies hoe ze dat dan samen kan stellen. Zodat alles lekker, maar ook heel gezond is. Dus dat is te gek. Nou, en dan zijn we uiteindelijk 9 dagen open. En dan komt de corona en dan moet alles dicht. Dat is pijnlijk. Dat is vervelend. Gelukkig zijn we daar wel heel slim en sterk mee omgegaan. In de basis hebben we gewoon gezegd, we gooien even gewoon alles dicht. Omdat heel veel restaurants gingen eigenlijk gelijk thuis bezorgen. Wij hebben gezegd, we willen heel even rekening houden met ons personeel. En we wilden eigenlijk precies weten wat de corona nou eigenlijk precies inhield. En hoe je het kan overdragen en al die dingen. Dus daar zijn we denk ik een week of 3 zijn we dicht geweest en toen uiteindelijk dat allemaal een beetje duidelijk was, zijn we vanaf de eerste week april zijn we weer open gegaan. En eigenlijk vol gaan knallen op het thuisbezorgen. En waarom het thuisbezorgen? Waarom vind ik dat een hele belangrijke markt? Is omdat die markt ten eerste oneindig groot is. Als je restaurant vol zit, dan zit die vol. En veel meer mensen binnen kan laten, kan niet. Dus en thuisbezorgen, dat kan iedereen. En ik vond het belangrijk dat je niet per se uit huis hoeft om lekker en gezond te eten. Als je gewoon lekker thuis kan laten bezorgen. En vooral ook gewoon dat het prijstechnisch ook goed te doen is. Vaak zijn de gezonde dingen ook wat prijziger. En ging ik even aan met Evelien. Van hoe kunnen we dat het beste doen? Dat het gezond is, lekker is en ook goedkoop. Of goedkoop dat het te betalen is voor iedereen. En dat de afweging is van laten we een pizza bestellen. Of wat gezond natuurlijk een stuk makkelijker wordt. Dus dat is eigenlijk door het dak gegaan. Dat gaat eigenlijk super goed. Dus al die weken dat we eigenlijk dicht zijn geweest, zijn we op een gegeven moment lekker gaan thuisbezorgen. En dat ging eigenlijk heel goed. Dat ging door het dak. Dus daar zijn we super trots op en heel blij mee. En nu zijn we uiteindelijk vanaf maandag zijn we weer open gegaan. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal te gek. Want dan kunnen we weer gewoon lekker mensen ontvangen in ons mooie restaurant. Want naast dat we heel lekker eten hebben, is het ook gewoon een hele goede en gezellige sfeer. Dus daar zijn we ook heel trots op. Want dat vinden we heel belangrijk. Dat er een soort van huiselijke, warme sfeer is. Dat iedereen binnenkomt. Dat ze denken, hier wil ik gewoon lekker op mijn gemakje eten. Dus dat is heel leuk. Welke maatregelen we genomen hebben nu, zodat de mensen binnen op afstand kunnen eten, is eigenlijk een hele hoop tafels die normaal voor 2 mensen zijn. Of normaal voor 4 mensen. Hebben we nu eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Dus dat mensen echt 1,5 meter uit elkaar zitten. Ja, dat is natuurlijk wel een is wel heftig. Maar dat zijn dingen die moet je gewoon doen om mensen hun veiligheid te kunnen garanderen. En uiteraard continu alles schoonmaken. En we hebben gewoon tijdslots gegeven. Van mensen, jullie kunnen ongeveer tussen 1,5 en 2 uur kunnen jullie eten. En dan geven we weer ruimte aan de volgende 30 mensen die dan tijd hebben om te eten. Dus dat zijn gewoon hele leuke dingen. En ik ben gewoon super enthousiast om dit hele project gewoon te doen. Ondanks de hele coronatijd is het gewoon belangrijk om innovatief te blijven. Want het heeft een heleboel nadelen. Het is heel erg vervelend. Maar aan de andere kant geeft het ook wel weer ruimte voor mogelijkheden. En positief te denken. Ik denk van dit kan niet, dat kan wel. Hoe kunnen we dat dan in een vat gieten zodat het wel werkt? En kijk, Evelien is echt de drijvende kracht van de day-to-day basis. Dus zij doet personeelszaken en de mensen goed aansturen. En ik doe vooral samen met haar natuurlijk de invulling van een menu. Van wat ik lekker vind en wat ik zelf ook eet. Dus dat een beetje terugkomt in het,
in het concept. En uiteraard de promotie. En natuurlijk, ik vind het gewoon heel leuk om met de mensen die enthousiast zijn over het eten en enthousiast zijn over mij, die dan zeggen van oké, mensen kunnen eat and greet winnen met mij. Dus dat is ook super gezellig natuurlijk. Dus dan kunnen mensen gewoon gezellig met mij of een bekende vriend gewoon lekker aan tafel eten. Zelfs tijdens coronatijd kan dat. Gewoon op afstand, super gezellig. En dan kunnen ze gewoon lekker vragen stellen, foto's maken. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe we het allemaal ingevuld hebben. Dus nogmaals, sorry dat ik er niet ben. Maar ik hoop dat ik hierbij een hele hoop vragen heb ingevuld voor jullie en beantwoord heb. En dat jullie een hele fijne uitzending hebben. Doei doei!